Ik ben vandaag als verdachte op het politiebureau geweest. Hoe was dat? Heel vervelend. Nee, maar dat is toch echt vervelend? Nee, bijzonder aardige mensen. En ik moet zeggen, politiekantoor Leidschendam-Voorburg. Achter de balie zitten de mooiste politieagenten en de aardigste politieagenten van Nederland. Dus okay. Binnenkomen. Met een pak aan? Wel met een pak aan, strak pak. Strak handboeien pak. Erbij. Goed, handboeien erbij. Ja, handboeien erbij. Je voelt me meteen thuis. Ja. Maar, had kijk, ze een man? Heb je niet gevraagd? Nou nee, zover ben ik niet gekomen, okay, want toen werd ik gearresteerd. Nee, maar Wilfred, kijk, je wordt echt als een verdachte behandeld. Hè? Dat houdt in dat je met een agent in zo'n cel komt en dan worden je vingerafdrukken genomen. En dan wordt er zo'n boevenfoto moeten gemaakt worden. Mijn geluk was dat halfweg het hele theater weigerde de machine. Dus het is niet helemaal in orde gekomen. Maar nog een keer. Ja. Nee. Oh, dat okay. Maar dat doen ze. En als je dan, als het geen zaak wordt, dan vernietigen ze dat weer. Maar anders sta je dus in de archieven met je foto en zo. Het voelt toch heel vreemd? Of? Ja, dat is heel vreemd. En omdat je een keer in 24 jaar verspreekt. Ja. Maar dan kom je daar te zitten met twee rechercheurs. Hele correcte, aardige mensen, hoor, niks van te zeggen. Maar die zijn verplicht voor de officier van justitie een officieel verhoor te doen. En ze hebben al met Baudet gesproken. Maar die viel niet alleen over het feit dat ik me vergist had en liquideren zei. Nee. Maar die viel ook dat ik gezegd had, ze moeten hem de kamer uitschoppen. Dat was oproepen tot agressief gedrag van kamerleden. Alsof de kamerleden dan hem eruit zouden schoppen met geweld. Maar ik zeg ook tegen die mensen, een leraar schopt een leerling de klas uit als die vervelend is. Dat is gewoon Nederlands jargon. Mm-hmm. En Baudet vertaalt dat meer in agressie en opruiing. Ja, en dat kun je weer anders uitleggen ook natuurlijk. Maar dat telt dan niet op zo'n moment. Maar alles hadden ze precies staan en 1.300.000 kijkers. Maar zijn die mensen dan ook zelf niet een beetje ongemakkelijk daar? Of? Nou, kijk, dat is een aparte afdeling, hè? Bedreiging politici. Ja. Dus die nemen alles wel serieus met politici, want daar zitten ze voor. Hè? Ja. En ze hadden de beelden. Ik zeg, alle kijkers die hadden door dat het een verspreking was, behalve Baudet. Ja. Nou ja, goed. Dus nu afwachten wat er verder gaat gebeuren. Ja, nu moet je maar afwachten wat de officier van justitie ervan vindt. Ja. Wat een wereld dit, hè?